bij een nieuwe aflevering van Overeten. Een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn de Schaar. Welkom bij een nieuwe aflevering van Overeten. Mijn gast vandaag die groeide op in Kleid, een klein dorpje op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Hoewel hij voorbestemd was om met groene vingers door het leven te gaan als jongste taak van een tuinaannemer slash boomkweker, stond hij liever in de keuken. Hij ging naar school in Brugge, vertrok met een diploma richting de keukens van onder andere Hertog Jan en het Zelte. Maar marktkramer was ook even een roeping, want met een culinair kraam stond hij een tijd lang op de vreemdelingenmarkt in Antwerpen. Ondertussen runt hij samen met zijn vriendin Roxanne het restaurant Jérôme, met strakke hand en brandend van ambitie. Hij is een van de 5 sterren die schitterden in het programma Jaarchef, waarin we konden zien dat hij naast dit alles ook een handige Harry blijkt te zijn die niet bang is om zijn handen vuil te maken met powertools. Philippe de Pauw, welkom bij Overeten. Ja, handige Harry en powertools. Ik ga ervan uit dat dat iets is dat je van thuis meegekregen hebt. Ja, ik ben, als ik jong ben, ben ik wel een paar keer met mijn ouders mee geweest, alleen met mijn vader en mijn broers. En dat leerde wel een paar dingetjes in, een slijpschijfje werken, een beetje logisch inzicht. En door te doen leerde dit, zitten wel wat foutjes in, maar ja, aldoende leert men, zegt hij. Oefening baart kunst, inderdaad. Ik zei het in de intro, je was eigenlijk voorbestemd om met groene vingers door het leven te gaan. Vertel eens even over jouw achtergrond. Wel, mijn ouders een tuinbouwbedrijf. Dus vooral aanneming, geen onderhoud, maar particuliere tuintjes aanleggen, vijvertje aanleggen. Mijn broers zijn er ook in gestapt. En ik ben daar af en toe een keer mee geweest, maar ik ben vooral voor kok gegaan. Ik ging achter de noek gaan helpen in een restaurant, ieder weekend. En zoveel ben ik niet mee geweest. Maar ja, het heeft er wel een beetje in gezeten, want nu hebben we onze biotuin er wel door. Ook een beetje gelinkt door mijn ouders, dat we wel iets van groene vingers hebben, uiteraard. Je zegt dat je in het restaurant achter de hoek ging gaan helpen. Op welke manier heb jij je eten ervaren als iets wat je meer mee wilde doen? Goh, het is een job dat wel fijn is. Als je eten hebt, je creëert iets zelf. Altijd vernieuwingen. Je blijft ontdekken. Gelijk waar je gaat, je smaakpupillen, ook wijnen. Allee, het is zo breed wat dat wij kunnen ontdekken en doen. Ieder land dat je gaat, is een heel andere stijl. Het is gewoon altijd een ontdekking, onze wereld. En is dat door dat restaurant om de hoek dat je dan zoiets had van ik ga in het middelbaar naar Spermali, een hotelschool in Brugge? Ik zei dat al van mijn 7 jaar. Ik weet niet hoe dat komt, van mijn 6 jaar zelfs. Mijn tante had een cafeetje achter de hoek en ik zei toen, ik ga dat hier overnemen. Ik ga er een restaurant van maken, maar dat is nooit niet gebeurd. Maar dat was mijn eerste ding. Ze babbelen dan nog over dat mijn tante zei dat ik die muur ging uitkloppen. En van die toestand. Met de power tools van papa. Ja, voilà. Zoiets. Maar hoe had je dan door als kind, of als jonge puber, mag ik eigenlijk zeggen, van oké, ik kan dit, ik ben hier goed in, ik ga naar school. Waar zat voor jou, volgens jou, de trigger om dat verder uit te diepen? Ik ben eens met mijn broer, je was bakker eerst, maar je is dan ook bij mijn vader gaan werken. Hij is allergisch geworden aan bloem. Ben ik een keer mee geweest voor dat te zien, dat we ook eerst bakker worden, maar ik ben dan toch omgeschakeld naar kok. En ik heb eerst wel 2 jaar ASO gedaan. Moeten. Wel goed geweest dat ik dat gedaan heb. Ik had het beter langer gedaan. ASO gedaan, voor een goede basis. En dan mijn moeder zei dan, als je dat nog wilt, mogen ze van ons. Dus ik zei dat nog altijd toen ik 14, 15 was. En dan zei mijn moeder, doe maar. En dan ging ik ieder weekend gaan helpen. En ja, er zo, ja, blijft een passie zeker. Ik weet het niet. Gepassioneerd door iets. Er zijn nog mensen die dat kunnen hebben. Van jongs af, ik wil dat worden. Dus ja. Dus jouw wereld was gewoon eten. En daar ging de voor. Ja, dan, je studeert af. Ja, op school natuurlijk. Daar doe je ook stages voordat je afstudeert. Heb je daar interessante dingen kunnen doen? Het zijn altijd wel ontdekkingen. Ik heb zowel via iemand die mij zei, als je naar het hoger niveau wilt en beter wilt, ik heb hier wel een lijstje van een paar restaurants. En dus nog Hertog Jan, dus nog een paar zaken. En dan heb ik daarbij gesolliciteerd. En door mijn stage ben ik eigenlijk naar die wereld gestapt. Van de sterrenzaken. Want ik heb nooit stage gedaan in een sterrenzaak eigenlijk. Jij hebt dan de klassieke Vlaamse keuken stages gedaan. Beter wel zo het culinaire, maar niet met klassiekere. Echt zo, ja. Niet, of dat de ster gehad, maar zo nog de oude stijl. Het zat een zaak bij die 1 of 2 sterren heeft gehad, maar nu niks niet meer. En meer op feestzaal focuste, maar wel nog het restaurant had.
En dat zo echt het klassieke, de oude stijl bleef doordoen. Pom Moscoviet met de caviar erop en allee, van die toestanden. Dat is echt oerklassiek zoiets natuurlijk. Ja, oerklassieke keuken, hè. Was dat echt. Als je dan in een Hertog Jan terechtkomt, hoeveel shock is dat dan voor jou? Goh, dat valt mee. De basis blijft altijd hetzelfde. Hè. Je basis is heel belangrijk. En je brengt het gewoon op een andere manier, andere stijl. De kooktechnieken zijn ietsje anders. Dat is vernieuwing, hè. Dat is met alles zo. Hè. De elektronica die ook een beetje bijkomt in de keuken nu. Dus like dat je zegt, de kok is altijd op gas en nu is er inductie. Er zijn ook andere nieuwe toestellen waar we mee gaan werken. En de oude koks blijven bij hun ding, dat is met veel dingen. En jongere koks gaan eigenlijk niet hetzelfde product, maar de sauzen worden lichter, de technieken worden anders. Er is ook rauwe vis meer geïntroduceerd in onze keuken. Dat is een stijl die gewoon... Maar de basis blijft nog hetzelfde. We blijven wel met de identiteit... Allee, zo is mijn keuken toch ook. Ik blijf wel met de identiteit van Belgische producten werken en dingen. Maar dat ook je wel... elementen introduceren met zaken van het buitenland. Wat dat 20, 30 jaar niet werd gebeurd. Het is leuker nu om chef te zijn dan 20, 30 jaar geleden. Leuker, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het vernieuwender is. Allee, vernieuwender, dat je kunt blijven vernieuwen. Bepaalde hadden altijd, oh, die heeft 3 sterren, je moet die een pladder eten à la carte, boom, zo'n bord voor u. En allee, je ging naar buiten wat gaan eten. Nu is dat een heel andere manier van koken. Allee, dat is mijn ding, toch, vind ik. Ik heb altijd het gevoel dat een beetje zo is dat chefs nu gewoon meer tools in een toolbox zitten hebben dan vroeger. En dat ze daardoor meer aan andere dingen kunnen doen. Goh, ik kan hetzelfde doen zonder die tools. Maar die tools vervangen... wat hij vroeger had, dat een chef voor de vlees, een chef voor de vis, een chef voor de sauzen. En dat is veranderd. Ook in de topzagen, zelfs 3 sterren, heb je wel nog iemand vlees-vis, maar dat wordt wel gecombineerd, maar dat wordt op een heel andere manier opgevangen. Bepaalde toestellen vervangen heel veel. Ook, ik geef nu maar een voorbeeld, een Thermomix kun je purees heel anders mee gaan draaien en gladder krijgen. En, of dat je dat vroeger deed, wat er vroeger minder belang werd aan gehoven. Er wordt nu meer energie gestoken, ook in structuren, in andere soort zaken dan vroeger. Vroeger moest dat gewoon bourgondisch, boom en een bom van smaak zijn. Nog altijd, maar op een andere stijl. Dat is veel veranderd, denk ik, vooral. En die tools vervangen ook wel een deel personeel. Omdat je, een runner, een toestel dat traag gaat, duurt langer. Maar als je iemand de hele dag aan vlees en vis moet zetten, dat toestel vangt 1 uur op een avond in een service. Dus dat scheelt wel. Dat scheelt inderdaad. Niet enkel op werkvlak, maar ook financieel. In het programma Ja, Chef, kwam jij naar voren als een grote rekenaar. Dat is ook wel heel belangrijk, denk ik. Het is heel belangrijk. Ze hebben er wel een beetje uitgevist, maar dat was haar bedoeling, denk ik, dat ze met een beetje moeten opzetten. Dat waren bepaalde interviews van 1 uur dat ze zin uithalen. Hè. Ja, nee, maar ik ben daar heel enorm mee bezig, omdat wij hebben ook enorm geïnvesteerd. Wij hebben nog niet geïnvesteerd in materiaal, wel, maar niet op dat vlak. Maar meer in ons gebouw en in stenen, hè. In een Belg met de stenen in de maag. Hè. Daar hebben we heel veel financiën in gestoken. En daar krijgen we nu een beetje niet de klap van, maar even terug opbouwen. Want huur het of het staat er, je ziet het verschil niet. Maar in je rekening iedere maand ziet het verschil wel wat je moet leggen. En de backup is ook op. Hè. Het zit er allemaal in. En, en zeker in deze momenten voelde dat wel even aankomen. Je zei in het programma, je hebt interviews van 1 uur en ze halen er 1 zin uit. Laat ons gewoon beginnen over het programma. Ben je blij hoe dat je weergegeven geweest bent in het programma? Ik denk dat wel. Dat is ook hoe dat we zijn. We horen dat van iedereen. We zijn ook gewoon zo. Het is niet dat wij anders doen op tv of dat we nu in tech doen. Dus wij zijn gewoon ook zo, met personeel ook. Allee, ja. Het kan gelachen en gezwanzen worden, maar als het moment of the heat moet gewoon juist zijn. Maar mijn principe is, dat is ieder zijn stijl, maar roepen helpt niet. Ik ben meer van het principe, niet van stuur terug, stuur bij. Moet je blijven bijsturen, neem die mensen een keer apart en geef ze een keer een duidelijke uitleg hoe het zit en waar het staat en hoe ver dat ze staan. Ik denk dat je ze veel harder wakker schudt of dat je dan een avond op staat te roepen. Dat is mijn mening. Dus als je na het servies zegt, kom een keer mee, dit stom mij niet aan, ik wil dat in orde is in het vervolg. Dat komt veel dieper aan en je ondersteunt die mensen. Ik denk dat de power naar die mensen is veel krachtiger, is mijn gevoel, of er een avond op staat roepen. En dan zouden ze pint en lachen. Oké, het zijn 2 manieren, maar ieder zijn systeem, zeg ik daarop. Ja, jij werkt met een heel klein team, heb ik gezien. Dat helpt natuurlijk ook om makkelijker de kanten te bewaren, of niet? Oh, dat wil niet zijn. Nee, maar dan moet je als je team ooit groter wordt, dan moet je gewoon maken die mensen die er nu zijn, hopelijk blijven die dan ook. Als er daar nog iemand bij komt, moet ik niet communiceren, dat klinkt cru.
met de laagste in rang. Dat is like een boot op een kapitein. Die gaat niet onder zijn voeten gaan geven tegen die dat de was staat te doen. Nee, je hebt daar rangen in. Dat klinkt hierom. Maar als ik mij met iedereen moet bezighouden, waarom heb je dan zoveel mensen lopen? Je hebt een chef de partie, chef de commis. Dus als ik... Het is nooit de commis zijn schuld in mijn hoofd. Versta je wat ik bedoel? Als de fout gebeurt, is het chef de partie zijn fout. En jij krijgt onder zijn voeten. Al maakt die dat ernaast staat 100 fouten, dan moet jij dat communiceren tegen mij en dan gaan we stappen ondernemen. Maar dat is like bij het leger. Hè. Dat is bij alles zo. Je moet de rangen in scheiden. Want als een generaal met de laagste en rang moet bezig zijn, dat kan niet, hè, zo'n ding. Dan raakt het leger niet vooruit. Nee, ik denk het niet. Nee, dat is ook een moment die ik zag in de serie. Op een bepaald moment was er een blaadje op een gerecht gelegd. En je had zoiets van, kom eens hier, we gaan dat anders doen. En dan toonde je heel voorzichtig hoe dat gebeurde. Dat is echt wel de dagelijkse werking bij jou in het restaurant. Ja, dat is hoe dat we altijd werken. Maar dat is ook hoe dat je het op het bord moet leggen. Juist zo voorzichtig achter het op gooit. Ik zeg dat veel, dat is een blaadje dat van een boom valt. En dat valt mooi, luchtig. Dat ligt door die... Proef plat op een steen en dat ligt strak. Ja, als het op geregend heeft, maar dat brengt niveau, dat brengt lucht. En dat is het verschil dat je zo'n bord voor je krijgt van wauw of ah, het ziet er mooi uit. Allee, dat is zo het fleuren, de touch die het verschil gaan maken. En dat zijn die kleine dingetjes. En achteraf zijn ze dat ook. Ah ja, nu zien we het en voelen we het. Maar dat duurt tijd en dat vraagt veel energie, maar dat komt altijd wel goed. Heb je het gevoel dat je jouw personeel daar heel veel... en moet sturen of ondersteunen om zoiets, om mee te zijn op jouw niveau? In het begin wel, ja. En dat komt wel, maar ze zien ook het resultaat en ook de feedback van de mensen die wij krijgen is toch wel heel lovend vaak. Daarvoor doen ze het ook eens. Het kan een keer zijn dat ik een keer zwaar onder... Allee, ik roep me maar een keer tak moet zeggen, maar als ze dat zien, wat de feedback van de klant is. Mijn theorie is altijd, jij maakt een gerecht 1000 keer en je maakt maar één foutje. Maar die klant aan de andere kant is dat 100% fout, want hij komt maar één keer waarschijnlijk. En dat is één keer 100% fout. Dus je moet altijd leren denken als klant en nooit als producent. En daar wil ik mijn personeel op trainen. Dat ze nooit moeten denken in hun positie. Altijd denken in de klant hun positie. En als ze dat leren, dan gaat het heel anders denken ook als je iets maakt. Hoe moeilijk is het om mensen te vinden die mee zijn in jouw filosofie? Heeft heel lang geduurd, moet zeggen, sinds nu, net voor de corona, aan ons tip, eindelijk onze equipe, dat ik nu kan zeggen, dank u. Want, en blijf nu, ze blijven ook allemaal heel gemotiveerd, ze bellen ook nog wel, een WhatsApp-groepje. Het zijn er online cursussen aan het volgen, om bij te scholen zelfs. Ze zijn echt 300% gemotiveerd. Ook als ik ze nu zou bellen of iets vragen, ook met die takeaway, ik bel, ze stonden hier allemaal direct, ik moet daar niet te moeilijk over doen. Ik zit zelfs in Brazilië, ging te vliegen terugpakken om te komen helpen. Allee, zijn ouders wonen daar, eerst van Brazilië, is van eerst naar daar gevlogen. En hij zegt, dat ik moet komen, ben ik daar. Blijf maar. Dat is een leuk compliment natuurlijk, als je personeel zo voor je staat te springen. Ah, wel ja, er staan dan wat foto's naar elkaar te posten hier. Zo, een ander op zijn boot daar in Brazilië aan het lachen en zo wat foto's naar elkaar. Allee, maar dat is plezant, dat is tegen het positief is. Dat je een goede keep hebt. Als ze zo wat kunnen lachen aan elkaar en wat amuseren en kloten, dan moet dat je zo langzaam maken. Ik heb ergens een interview gelezen met jou, waarin dat jij toch een beetje ergernis had om personeel te vinden. Omdat je zoiets had van, het goede personeel die wel enkel in sterrenrestaurants werken. En dan heb je ander personeel die niet gemotiveerd genoeg is om mee te zijn met wat ik doe. Wel, nu heb ik er echt gevonden. Dat is ook omdat ze direct kunnen plukken hebben of met de juiste doelinstelling. Maar het is inderdaad heel moeilijk. Zeker die van school komen, hebben heel vaak de visie van, ik moet dat op mijn cv kunnen zetten. Allee, ik zeg maar iets, hier 2 jaar werken, daar 2 jaar. Je wilt de zaak of 5 doen voordat je zelf iets realiseert. En je wilt wat wereldkeuken doen. Een keer naar Amerika gaan, een keer naar Australië. Als er een Jane op je cv staat of staat een Jerome op je cv, kom je in dat land al op een heel andere manier. Omdat ze de kenmerken hebben door een Michelin en een Gomio. En ik nog niet. En daar is de jeugd ook heel veel mee bezig. Allee, ik snap dat ook. Je zegt zelf, je begint je zin, Silte Hertog Jan. Waarom? Waarom? Ja, het zijn mooie referenties natuurlijk. Wie beslist dat? Een gids. Maar ik kan een restaurant ook zeggen dat helemaal top is, maar nog geen kat van gehoord heeft. Dat mag zelfs een brasserie zijn en dingen, maar sublieme keuken heeft. Maar als die niet door die gidsen worden bepaald, kent niemand dat. En dat is zeer jammer. Dan bepaalde... Allee, als je soms ook vooruit wilt in een carrière als kok en dingen en wat aanzien wilt, moet je juist uit zo'n dingen komen. En dat vind ik heel bijzonder. Wat is voor jou dan het belangrijkste als chef? Is dat een goed gevuld restaurant neerzetten die
door heel veel mensen gekend en geapprecieerd is. Of toch ook wel dat vinkje van een Michelin en Gomio kunnen zetten? Ja, het eerste is het belangrijkste. Dat je een boel kent. Ook zaken die één hebben en dat er niet anders of commentaar komt. Allee, we worden de mensen genoeg. Ik ken veel zaken. We worden veel vergeleken ook. Hè. Als je op een bepaald niveau zit, beginnen de mensen van zichzelf tegen u te babbelen. Hè. Ik loop hier over de straat, ik kom er iets tegen en ze beginnen er zelf over. Gisteren komt er iemand een doos afhalen. Oeh, je hebt je punten nog niet aangepast. Je moet toch 16 of 17 hebben? Ik zeg, we hebben maar 14,5 gekregen. Oeh, en op tv zeggen ze, de mensen maken er dingen van. Dat is, ja, dat is een, ik weet niet hoe dat komt. Mensen zijn er immens mee bezig. Maar jij ook? Ja, wij moeten, omdat iedereen, ik zeg, het klopt nog maar over straat en ze beginnen erover tegen mij. Dat is, ik zit op een terras en zit een klant die komt eten. Mijn vriendin de dag naar Gomio was naar de bakker. 118 moeten krijgen, hè? Dat kan toch niet? Voor ons dat 18. Hè? Van ons... wij beginnen er nooit over. Dat is juist het hele verhaal. Ook, hadden ster moeten en wat dit. Dat is juist heel het ludieke. Als wij er niet mee bezig zijn, het helpt niet, want ik loop door mijn zaak op een avond en als ik tegen iedere tafel begin te babbelen, 90% begint over Michelin en Gomio tegen mij. Waarom dat zijn? Het interesseert me niet, ja. Maar ja, dat klinkt... Ja. Ik had wel de indruk in het programma, toen dat het over de Gomio ging, dat je wel teleurgesteld was. Dat is een beetje normaal ook. Hè. Je hebt zelf gezien, ze komen eten, zegt dat we 16 moeten krijgen. 17 zelfs. Ik krijg 14,5. Iedere klant die bij ons komt eten, kunnen lijsten of zij worden vergeleken met restaurants van 18, 19 op 20. En ik krijg 14,5. Nou, zij zijn wel teleurgesteld. Oké, de mensen in de weerwind gaan zeggen... Maar ik geef dan het voorbeeld, is dat belangrijk? Goh, ja, nee. Maar ik ga naar het buitenland en ik zoek ook op die referentiepunten. Ja, het zet u in zekere zin op de kaart. Ja, dat is een... Als ik bij de ster krijg of ik heb 16 op 20, dan zelfs als je door bepaalde winkels of bepaalde leveranciers hebben opeens veel meer aanzien voor u. Minstens dat hetzelfde kunt doen 3 jaar terug. Dus die gidsen bepalen zelfs soms sponsors of bepaalde dingen dat je kunt vooruitgaan in de wereld. En dat is zo jammer dat allemaal zo moet gebeuren, maar het is eenmaal zo. En dat is bij nog andere jobs ook zo. Zo. Maar ik ben ervan verschoten, ik ga er misschien ietsje meer mee zeggen, dat soms ietsje meer over bezig zijn met connecties en nu bepaalde praatjes maken. Ik zeg niet van... Maar omdat ze een keer meer zo komen controleren en een keer meer komen eten en meer mee bezig zijn, dat je dan meer moet mee bezig zijn of in je keuken te staan. Als je zo die punten krijgt, heb je dan ook enig idee waarom ze die score geven? Of is het gewoon van, dit is de score, punt? Dit is de score, punt. En dat is het frustrerendste. Als er dan een uitleg bij staat of je krijgt er iets van, zoek ik dat veel meer relativeren. Maar dat is gewoon, boom. Geen uitleg, niks. En dat is bij Michelin hetzelfde. Gewoon, boom. Dus je weet niet waar je aan toe bent of waar dat je kunt verbeteren. Als 1-2 sterren kunnen we communiceren met die mensen. Dan kun je zeggen, kun je gaan, ik heb schetsen dat een tweede ster wordt afgepakt, bel me nou. Ik zou toch een keer willen komen, waarom, en dit en dat. En dan gaan ze misschien wel iets toelichten, maar anders. Want het programma heeft ook met Michelin proberen bellen, gewoon om een keer. Want eigenlijk de bedoeling was dat het einde van de finale bij de uitreiking van Michelin was. Maar met heel de COVID is dat veranderd. Niet bij Gomio, maar bij Michelin had gezeten. Maar die antwoorden, die communiceren bijna niet. Dus zelfs stel je nationale tv belt om iets Michelin ook mee in op te nemen en die zeggen gewoon, ciao, het interesseert ons niet. Allee ja, wat doet dat tegen? Tasten in het duister, dat doet je dan. Ja, ja. Maar dat is iets moeilijk, hè. Dat is een extern gegeven dat bepaalt waar jij staat bepaalt. En dat is een moeilijk gegeven. Hè? Hoe ga je dan verder ontwikkelen als chef? Ga je dan vooral luisteren naar wat je klanten zeggen? Ga je dan je inspiratie elders zoeken? Ga je kijken bij restaurants die wel een ster hebben? Of... De klanten die in zo'n niveau gaan eten, verleiden er ons genoeg mee. En we hebben ons eigen stijl. Ik ga daar niks in veranderen. Ik heb het lang genoeg op dat niveau. Ik weet waar we mee bezig zijn. Ik denk het gewoon, deze programma geholpen hebben om ons gewoon op de kaart neer te zetten. En ja, als ik nog 3-4 jaar zo voortdoen, niet grof gezegd, maar ze kunnen niet blijven negeren. Als 100 mensen... Ik weet al 20 klanten die een mail hebben gestuurd naar hen, dus... Het programma is zeker wel een goeie zet, denk ik, om nieuwe mensen te bereiken. Je ligt op het zuid, maar niet op de Zuiderdokken, net in een straatje aan de zeekant. Dus echt van veel passage heb je het niet, natuurlijk. Nee, we hebben 0,0 passage. Maar ik ben ook geen zaak die op passage draait. We hebben dat ook gezien met de lockdown en met al de rest. We hebben daar geen last van gehad. Het enige dat wij last van hadden, is dat ze zijn blijven buiten, blijven uit Antwerpen.
dat gewoon al mijn klanten afbelden. Maar like, toen dat beslist is de laatste keer 2 weken toe te doen, waar we nu nog altijd in zitten, zaten wij 7, 8 weken op voorhand vol in het weekend. We zitten bijna iedere avond vol. Dat is al de laatste 2 jaar zo. Ik moet daar niet over klagen. De mensen vinden ons wel. We zijn ook in een andere budgetklasse dat je zegt, kwam hier voorbij, kom eens binnen. We hebben ook immens veel vaste klanten. We hebben klanten die wekelijks komen eten. Dat is... Allee, ook een heel mooi compliment natuurlijk als de chef. Ja, het zal wel zijn. En dat zijn ook klanten die in andere zaken vaak gaan eten. Maar dan ons daar ook bij steken. En Geert Kost heeft hier ook ooit de beste lijst van Antwerpen gegeven. Ik stond ook in de top 3, dus... De 3 beste zaken dat je in Antwerpen ooit hebt gegeten. Dus, en ik heb er in zo'n hoogpaar gestaan. Dus dat we daar altijd bij zitten, is voor mij een groter compliment. Of, allee ja, dat zij doen, maar ik vind het bijzonder dat altijd, ja. Jouw culinaire verdere ontwikkeling, om het zo te zeggen, jouw inspiratie, waar haal je dat dan van? Goh, dat gaat soms uit stomme dingen. Hè. Dat kan zijn dat wij een keer een terrasje doen of een dingetje, en of een keer mijn product, of zelfs dat we door een tuin wandelen. En we zien wat dingen hangen en proeven een keer. We doen ook tests in de tuin. Hè. Het is niet dat wij alle jaren hetzelfde zetten. Ik heb hier voor een maand een hele lijst met nieuwe dingen ook besteld dat we nu gaan zaaien. En we plukken en proeven dat. Oh, dat is de max. We kunnen daar iets mee doen. Oké, soms te weinig hoeveelheid. En het jaar nadien zetten we dan heel veel. Omdat dat wel leuk is om mee te werken. Dus bepaalde soorten tomaten of bepaalde kruiden. We hebben nu een nieuw ras aardperen gezet dat misschien heel anders is. Maar ook producten dat niemand bijna kent. Of... Hey, zo ontdekte ook wel veel, daar kun je wel iets leuk mee doen. En veel proeven, hè. Uiteraard. Dat is natuurlijk het voordeel van in deze sector te werken. Je kunt constant proeven. Ja, voilà. Je hebt een tuin op jullie dak, dacht ik. Maar dat is natuurlijk niet genoeg om alles te gaan voorzien. Nee, maar bij mijn ouders hebben een tuin van... hoe groot is die? 1,6 meter, 1,7 meter breedte. En dat is 180 vierkante meters, 200 vierkante meters. Ietsje groter zelfs, denk ik. En we werken met een systeem dat sommige kruiden en planten in bakken kweken en dan op mijn terras worden gewisseld. Dus ik knip die af en zijn die op, wissel die. Want ik kan niet iedere dag naar Maldegem rijden, en dat is 3 kwartier rijden, om wat kruidekjes te gaan halen. Dus... We zetten dan, of we potten in, dus terras is ook redelijk groot in het restaurant. En dan kunnen we heel veel planten zetten. En 1 keer per week wisselen wij gewoon al die kruiden dat ik geknipt heb. Dus we werken vooral zo. Dat is leuk natuurlijk dat je vader dan zo'n bedrijf heeft met de plaats om dat te doen. Dat wel, we hebben plaats genoeg. Dat is het grote voordeel, ja. Die zorgt dan ook voor elke dag een beetje het onkruid te wieden en water te geven en de dagelijkse verzorging, of niet? Ja, de familie eigenlijk. Een paar van mijn vader niet op zich, maar familie helpt, ondersteunt ons er wel bij. Maar allee, niet extreem natuurlijk, want de overheid anders zou ze nog zeggen dat ze voor mijn werk niet kennen. Van belastingcontrole opkrijgen. BVBA mag eigenlijk uw ouders en al u niet helpen, hè, officieel. Ja, wat is het grootste voordeel van je eigen kruiden te kweken? Het grootste voordeel, de smaak is echt veel intenser van veel producten. Wij doen ook bio, niet van willen bio, maar gewoon... Allez, als het niet moet, moet het niet doen. Alles groeit, like dat groeit. We zaaien ook in fases, niet van... Dus als je zaait een week en iedere keer een week of 14 dagen tussenlaat, heb je continu ook heel het seizoen een klein beetje. Anders zitten met een berg bonen op je week en de week nadien heb je niks. Dus daar allemaal maar rekening mee. De smaak is veel intenser. En ja, iets dat je zelf gedaan hebt... Dat is met alles zo, hè. Als je een kastje zelf gemaakt hebt of je hebt een schrijnwerker laten doen, je koestert dat iets anders, hè. Dat zelf werken in het restaurant, dat heb ik ook gezien in het programma, dat je ook helemaal doet. Ja, het scheelt veel budgetteel, hè. We willen wel veel veranderen, maar bepaalde dingen kunnen we wel zelf. En ja, personeel zuren, als ik wij niet doen, maar voor andere mensen is dat ook kostbaar. En dat wordt doorgerekend, hè. Ik heb er alle begrip voor, maar het kost veel werk, veel geld dat je een kastje laat bouwen, hè. Dus als je het zelf kunt, een bepaalde mate, doe je het beter zelf, zeker. Dat is toch de slogan van Dobbit Magazine? Wat je zelf doet, doe je meestal beter? Beter, dat weet ik niet, maar goedkoper wel. Nu, in ieder geval, hetgeen dat ik kon zien in het programma, je elektriciteitskabels waren mooi weggewerkt, de bloemetjes zagen er mooi verzorgd uit, de muur kwam ook wel in orde. Dus ik denk niet dat je zelf ook zoiets had van, dit kan ik niet zo goed. Ja, het zijn altijd foutjes dat je het zelf gedaan hebt, dat je ziet, maar de klant zal het niet zien, zal ik maar zeggen. Het zijn dat zo'n dingetjes dat je soms een keer een beetje niet bronselen hebt, maar dat je een beetje aan, ik had dat zo moeten doen en je verandert dat wel wat, maar
de klant, de gasten gaan dat niet zien, maar ik zie het wel. Allee, ja, het altijd, als je het zelf gedaan hebt. Even terug over de tuin en het kweken van groenten in de tuin. Je hebt niet alleen kennis van wat er in jouw tuin staat, ook als je in een wijngaard loopt, dan zag je van alles en nog wat waar je dingen mee kon doen. Is dat ook meegekregen van thuis uit, die plantenkennis? Nee, dat is puur door... Allee, Hertog Jans stond er ook bekend voor, hè. Ook een deel, maar de keukens tegenwoordig zijn er allemaal wel mee bezig. En mensen denken, allee, je moet wel weten wat je ziet staan, maar zelfs als je in de stad rondloopt wat er tussen de stenen groeit, en niet dat je het daar gaat plukken, dat je gewoon niet zo kosher bent, pijs ik. Ik ga je tegenspreken in een podcast die ik deed met Lieve Galle over wildplukken. Die heeft wel in Brussel gaan wildplukken en dingen mee klaargemaakt. Dus het kan. Ja, ja, het kan, hè. Ik zei niet dat vol hier in de stad, hè. Met kruiden kan zeker, maar allee, de uitstoot hier en de dingen, het zal niet zo gezond zijn of dat ik het met mijn tuin al. Dat bedoel ik ermee. Maar het groeit niet vol, hij gaat er niet van doorgaan. Ja, het plukt. Maar klaverzuringen, vogelmuur, duizendblad, dat zijn wel de kruiden. Dat groeit overal. En je ziet dat hier ook overal in de stad staan. Overal waar je wandelt, in het bos gaat wandelen, ga je in de wijngaard gaan wandelen. Dat zijn kruiden, dat saai hem uit. Lijkt gek, hè. Dat is onkruid, hè. Zo simpel is het. Maar ik denk dat 60% van het onkruid eetbaar is. Maar je moet natuurlijk weten wat je plukt. Dus niet doen zoals ik. Ik had ooit geleerd wat wilde look was. En dan kwam ik ergens anders. En had ik iets vast die op wilde look leek. Maar die dodelijk was. Dus goed mee opletten. Welke pijn, hè. Ja, klein detail. Het lijkt soms heel hard op elkaar. Ik denk dat in de film Into the Wild ook naar voren gekomen is. Daar is die jongen in zijn bus doodgegaan aan een kruid dat leek op een ander kruid. Maar goed, we gaan het niet te depressief maken. We gaan terug wat een vrolijke noot insteken. Naast Jeroen is er ook een kunstgalerij. Wat is de link met die kunstgalerij en het restaurant? Dat was eigenlijk... dat pand is redelijk groot en de twee stukken werden verhuurd. Dus in het middenste gaan we een wijnbar steken op termijn. En Trexa had ik eerst vrij. Maar dat is een hele grote zaal boven, dus daar willen we meetings in doen. En mijn idee was, ja, allemaal vergaderingen en soms een keer een privé-diner doen voor dat in te kleden, want dat is een redelijk enorm pand. Gaan we dan gewoon een keer een galerij in combineren. Dan kunnen we nog misschien kunst bijverkopen en zien wat dat we ermee doen. En zo is dat eigenlijk gegroeid. Want ik ben al altijd geïnteresseerd in kunst ook. Dus gewoon omdat je de plaats en de ruimte had, is dat erbij gekomen? Ja, vooral daardoor. Wat is jouw link met kunst? Gewoon pure interesse? Of jij hebt daar een band mee? Pure interesse, echt waar. Maar ik ga misschien in de komende jaren wel iets anders aanpakken, want dat vraagt veel energie. Dus we gaan zien hoe we dat nog verder aanpakken. Maar allee, wat ik gemerkt heb, wat ik meestal heel schoon vind, het zit nu meestal ook in een andere prijsklasse, maar merk ik wel dat veel klanten ook heel schoon vinden en dat wel kan verkocht worden in de toekomst. Dus we moeten zien wat we in de toekomst gaan doen met de galerij zelf. Want dat vraagt ook veel energie en tijd. Meer het restaurant focussen, want dat is core business. Hè. Als je niet focust, dan geraakt je nergens. Voilà. Als je met 20 dingen tegelijk bezig bent, ja, dat gaat niet. Maar ik heb wel de indruk dat dat iets is die jou ook een beetje typeert. Dat je heel veel interesses hebt, dat je heel veel verschillende dingen kan en ook verschillende dingen wil doen en bereiken. Ja, dat klopt. Mijn bedoeling is niet tot mijn 60 jaar in de keuken te staan. Ja, dat is gewoon versleten. Ik wil dat nog, maar in een paar jaar, ik wil dat echt nog wel 20 jaar doen, maar dan is het ook op, denk ik. Niet van vernieuwingen kunnen we wel leuke dingen doen, maar dat is een serieuze energie-etende job. En zeker als het zo groot wordt en met veel personeel. Dus dan denk ik dat ik in andere interesses en leuke dingen... Ik heb nog veel interesses dat ik leuk vind. Dus ik vind vooral het bedrijfskundige leuk. Iets laten van nul groeien tot wat het is en ja, wat je uit de grond kan stampen. Dat is vooral het leukste. Dus jouw doel is ergens om binnen hier en 15 jaar een Jeroen Restaurant Groep te hebben? Nee, zeker niet. Wat ik dat Sergio en Hert aan het doen zijn, dat zou ik niet kunnen. Dat te veel zorgen aan je hoofd en te veel naar je... Ik zou totaal iets anders doen. Ik zeg niet meer iets immobiliën of financiën of consulting of totaal iets anders. Misschien wel gerelateerd met een job. Veel zorgen, maar ik denk in een andere sector ga je toch ook veel zorgen aan je hoofd hebben hoe groter dat je wordt. Het is de controle. Als je restaurants volledig uit je hand moet geven, de commentaar komt op je hoofd, maar je hebt er niks... Ja, Sergio maakte mij niet wijs dat over 3 restaurants iedere dag overal kan zijn. Dat is onmogelijk. En we zitten met een job die niet gecontroleerd kan worden op zo'n moment. Als je, ik zeg maar iets, als je een architectenbureau hebt, kun je altijd nog zeggen als architect, ik ben een week op reis, maak dan die plannen in orde zijn. En voordat we naar de klant gaan, ga ik nog een keer checken.
ik heb de controle niet meer. Heb je dan gewoon angst om die controle los te laten? Of is het gewoon omdat je nog niet de juiste mensen naast je hebt om die controle aan over te geven? Nee, dat is gewaar, maar dat is gewoon ook... ik ben een beetje perfectionistisch en ik pak niet alles persoonlijk, maar als je je naam ergens op zit, wil ik ook hebben dat je naam er 100% kan gelinkt worden. En dat je zelf niet in die zaak kan staan. Ik heb niet tegen die mannen die dat allemaal doen, maar alleen Lucas hangt overal zijn naam aan. Dan krijg je overal direct 3 sterren ook. Maar wat zit er dan nog in van Alain Lucas? Het interieur en een beetje basisgerechten. En dan is een chef zijn naam. Dat is bij Sergio ook, proficiat. Maar ik vind dat een heel raar gegeven. Ga niet meer door uw hand. Was dat, die maken wel een paar signaturen en dat wordt uitgevoerd. Maar ja, ik weet het niet. Maar is dat niet altijd zo in een grote restaurant? Ja. Je zei daarnet al van, je hebt verschillende rangen en er zijn verschillende mensen verantwoordelijk voor verschillende onderdelen. Dat is nog te kijken. En dat vind ik belangrijk. Je moet dingen loslaten. Hè. Dat is in alles zo. Hè. Als je een huis bouwt, een aannemer moet dat ook doen. Maar je moet wel overviewen. En ene keer als je zoveel restaurants krijgt, kun je niet meer overviewen. Je kan wel overviewen financieel en bijsturing doen, maar je kan niet meer... Wat er iedere dag door die keuken gaat, kan je niet meer overviewen. En bij andere jobs kunnen dat allemaal wel. Want ik zeg, zelfs op 1 gerecht zijn de 10 minuten weg, kan het zelfs fout lopen. Het is niet van die mensen die vertrouwen, maar als uw hoofd erop staat, uw naam erop staat, moet je dat toch... Ja. Dat is niet leuk bij een wervende menschap als je gaat kijken bij een huis als het af is. En niet iedere stap die ondernomen wordt. Ga nooit niet zien dat jij 3 huizen aan het bouwen bent als aannemer. En komt er, wat heb je nu gedaan, mannen? Breek dat maar af en bouw het opnieuw. Je rekent dat niet naar de klant door. Die klant gaat nooit niet zagen. Maar bij ons 1 bordje verkeerd en het prijs. Hè? Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat bij het bouwen van een huis, als ze in het begin niet goed controleren, als het scheef staat, dan komt het ook niet goed. Ik zeg een muurke dat 10 meter te ver staat of verkeerde steen gepakt. Dat kunnen kleine dingen zijn, maar het gaat over het resultaat op het einde bij een oplevering. Maar wij kunnen niet zeggen, op het einde van de maand, iedereen die hier nu een keer geweest is, we hadden een overview. Dat kan niet. Dat vind ik zo moeilijk als je meerdere restaurants hebt. Dat vinden we ook het leuke van een restaurant te hebben. Het is allemaal live, om het zo te zeggen. Er is geen do-over. Nee, er is geen do-over bij ons. Dus je kunt dat nooit niet goed maken. Je kunt dat proberen, maar gedaan is gedaan, hè, bij ons. Dat gaat over fracties van seconden. Het bord weg en het staat in en je het opgeeft, is het te laat. Hè. Je mag 10 nieuwe maken en dan allemaal top. Maar als de fout er gebeurd is, is het gebeurd. Hè. Zijn er al veel fouten gebeurd bij jou in het restaurant? Enkele, maar het valt op zich wel mee. Ik heb er al een paar gehad. Ja. Oh, ja. Dat is een audiopodcast natuurlijk. Wat de mensen niet zien, is jouw blik die ik nu al zie. Als ik dat vraag, dan zie ik dat er bij jou een paar dingen voor je ogen afspelen. Ja, het is een keer een allergie doorgegaan. Een serieuze allergie, dat ik niet gezien had aan mijn hoofd. Dat is het serieuste dat ooit een keer gebeurd is. En er zijn een keer kleine dingetjes. Dat gaat over hot peanuts. Dat is echt... Ja, dat is ook, die zie ik niet voor me, maar het is één keer een hele serieuze geweest. Ze zelfs dat zien, hebben die madame gewoon een gratis diner, die is ook opnieuw komen eten en dat was die schitterend content en die heeft ons niks kwalijk genomen, ben daar heel blij voor. Maar daar was ik echt niet goed van. En dat ging over een allergie aan noten, een stom nootje die doorging bij een amuse dat ik bezig was en ik had het niet gezien. En het was prijs, dat je het over een fractie van seconden zeg. Ja, en in dat geval kan het wel heel drastische gevolgen hebben. Voilà, dat kan wel eens gebeuren. En dan, het is gebeurd, hè. Mijn vriendin ook kan in de keuken, wat moeten we doen? Ik zeg niks. Wat kunnen we doen? Niks. Maken die de mensen die er nu zitten top in orde zijn. Vanavond sturen wij die mensen een mail, professioneel, en doen ons best aan. We kijken hoe dat meer gezondheid is. Maar wat kunnen we nu doen? Niks. Dus maakt u dat klinkt grof, maakt u niet druk in, heb ik gewoon gezegd. Die madame is naar het ziekenhuis en maakt nu die anderen die er allemaal zijn in orde is. En vanavond is het eerste dat we doen, is daarmee bezig zijn. Ja, maar dat is moeilijk. Hè? Dat blijft toch wel in uw achterhoofd zitten die ganse avond, of niet? Ja, ja. Niet vergeten, nee. Dat is niet eenvoudig. Nee, maar dat zijn dingen die gebeuren, bijna veel zaken is gebeurd. Maar er zijn zoveel allergieën, zoveel aanpassingen soms dat gestoord is. Hoeveel dat je moet aanpassen en doen. En over die slechte ervaringen, ga ik maar zeggen, staan er ook heel veel topervaringen. Ja, daar mag ik niet over klagen. Daar hebben we immens. Allee. Wat zijn een paar van de tofste dingen dat je al meegemaakt hebt in het restaurant? Een keer een Amerikaan die kwam eten is met Indiërs. Dat was een van de miljardairs, van de rijkste van Amerika. Niet omdat dat een rijke mens is. Dat was een heel doodeenvoudige mens.
Moest dan aan tafel een paar keer komen. Ze vroegen dat dan. Een paar keer, dat was een privé-diner. En die kwam naar mij. U wou dat ik een kaart ondertekent. Het is natuurlijk op zijn Amerikaans. Mee op de foto, la la la. En hij zei, it's the one of the three best dinners ever in my life. The best one in this year. And the only dinner I can... dat ermee kan vergelijken, was the dinner with Bill Gates. Dat is dat bij Bill Gates thuis was. Dat is de enige twee topdiners dat ik al meegemaakt heb in mijn leven. Dus dat is wel zalig om te horen. Dan heb ik ook in een magazine staan, een vrouw die kwam eten en die de week ervoor een interview met Bloemendaal had gedaan. En die de erkenning niet van Bloemendaal had, maar wel die filosofie, de stijl ervan. Dus dat is, ik weet niet of je Bloemendaal kent. Ik ken Heston Bloemendaal, mensen die hem niet kennen. Hij is een hele innovatieve chef in het Verenigd Koninkrijk. Die eigenlijk wel een beetje de grenzen van koken heeft verlegd de laatste jaren. Ja, de laatste 10 jaar staat hij al op de 50 bests in de top 2, 1, 2, 3. Al de laatste 10, 15 jaar zeker. En ik stond erna en de titel was gewoon This restaurant is more of 3 stars worth. Die dingen heb ik dan wel allemaal al meegemaakt. Dan bepaalde mensen ook, bepaalde reacties dat je krijgt. De hemel bestaat echt. Je zit hier in zero. Also van die toestand, dat is wel graaf om mee te maken. Hè. Zo hebben we wel een paar zinnen altijd. Ik kan er zo wel een stuk of 10, 15 opnoemen. Dan ook geschreven zijn, ook op Instagram of op dingen gezet. Dat is wel graaf om mee te maken met mensen. Wij doen het voor de ervaring. Het gaat niet over, ik heb hier goed gegeten vanavond. Dat mensen over 15 jaar nog over ons babbelen. Ik heb daar gegeten, dat was ongelooflijk, die sfeer. Het is daar dat we naartoe willen werken. We zijn er nog naar aan het groeien, omdat ik de middelen nog niet heb. Maar mensen maken het nu zelfs al mee. Dat is graaf, maar er moet een dag komen dat niet iedereen, maar toch bijna iedereen dat kan meemaken, dat ze zeggen, wat was deze? En dat is de kunst. Wij verkopen een ervaring, hè? Niet alleen eten. Hè? En daar gaat het over. En dus die reacties, dat is dan de energie die je nodig hebt om te blijven duwen daaraan. Tuurlijk. Nou, we hebben er honderden van de die tegenover. Misschien ooit eens een slechte. Gaat altijd een slechte hebben. Hè. Perfectie bestaat niet. Hè. Maar je streeft er wel naartoe samen met je team. Dat is mijn perfectie tegenover een persoon. Zijn perfect. Een bepaalde product niet lust of een stijl niet lust, kan ik niet aan doen. Eén dat liever een natuurlijk met frieten eet, zit bij mij op het verkeerde adres. En ik heb er niks op tegen, maar is mijn keuken dat slecht of is dat goed? Dat is alleen een interpretatie van persoon per persoon. Jij hebt op een bepaald moment ook, toch in het begin van Jérôme, had je een roeping als marktkramer. Vertel wat meer daarover. Als ik nog in het Zilte zat, zei ik, ik wil iets proberen. De vreemdelingenmarkt is hier wel zo'n markt dat leeft. Ik zeg, kun je dat wel eens proberen, zo wat culinaire gerechtjes, zag toch dat goed draaide daar op de markt op zich. Voor de mensen die de vreemdelingenmarkt niet kennen, dat is een markt elke zaterdag, dacht ik, in Antwerpen, vlak voor de Stadsschouwburg, waar dat je alles en nog wat kan eten, drinken en proeven. Ja, zoiets is daar is dus zo ontstaan. Hè. De vreemdelingenmarkt wilde eigenlijk zeggen, allemaal kruiden en specerijen, vroeger die van de haven kwamen. En nu is dat inderdaad meer ontwikkeld tot een eetmarkt met veel meer kramen met kruiden en van die toestanden. En de eerste maand draaide dat niet bij mij. Omdat, ja, mensen kennen dat niet. We zingen wat oesters gaan eten, garnaalkroketten en dingen. En toen via ooit een keer in een artikel gestaan en dan is dat een redelijk ontploft succes geworden. We waren bijna wekelijks uitverkocht. En dat waren eigenlijk kleine gerechtjes die ik maakte met aangepaste wijntjes. Ik had er ook vaste klanten die wekelijks kwamen. Dat was gewoon een heel leuk gegeven. Ik deed dat wel graag. Maar het probleem was, ik heb 2, 3 jaar, denk ik, dat gedaan. Bijna iedere week zelfs in de sneeuw daar gestaan. Maar gewoon het principe van geen vaste plaats krijgen. Dat werkt als je nog niet... Je moet op een lijst zetten en als je nog niet geselecteerd bent. Of je kunt er 10 jaar op staan. Kinderen die er 10 jaar op hebben gestaan. Schuif de naar beneden. En dan, als er een wegvalt, kom jij in die plaats. Zo werkt dat. Maar dat werkt met een loting. Maar jij staat dan met vers eten en met producten. En je kon soms op hele slechte plaatsen staan of gewoon naar huis gestuurd worden. En zo wekelijks ook dat gesleur van niet bijna dat je daartoe komt, kun je op je gemak, je weet waar je moet uitpakken, stopcontact insteken. Maar dat was iedere week zoeken, bronselen. En een marktkramer is nu ook, die zijn wel vriendelijk, maar dat is met veel zo. Vriendelijk in je gezicht, maar ze is soms liever een mens in je rug. Ik versta dat bedoel. Als zoiets, ja, als zoiets gunnen zoiets, maar... Ze zullen liever een prijs afpakken of dat ze zelf iets aan me toegeven omdat hun lampje niet zo branden. Je verstaat wat ik bedoel. Maar voor mij is mijn fornuis en mijn frigo in te steken, maar zij zullen een lampje niet kunnen branden en zullen die prijs niet geven. Zo van die toestanden.
dat is een beetje de markt. Ik zei niet veel in discussie, maar had er bij mij die voor en tegen mij waren. Omdat ik veel pers had, lokte veel volk. Ja, en dat vraagt ook soms jaloezie, hè. Ik zal het zo zeggen. En ja. Maar op zich, dat was een hele leuke ervaring. Ik heb er veel geleerd. Ik heb dat altijd tof gevonden, maar het ging meer over het gesleur en dat niet... Je kon je dat gewoon niet organiseren. Plus, 's avonds moest ik terug zijn. Nee, dat ik hier was het 5:30, 6:00 en dan een vol restaurant. 's Avonds, de service, zou het er onder duur op me leiden. Dus ja, ik heb meer voor het restaurant gekozen dan voor op de markt te gaan staan. Welke gerechtjes deed je dan bijvoorbeeld aan zo'n kraam? Oh, dat waren kleine dingetjes. Een sashimietje van zalm, ik zeg maar iets met mayonaise of wasabi, komkommertjes erbij, wat gepofte rijst. Iets natuurlijk wat eenvouder of het restaurant, maar wel wat vernieuwender. Een gelakt eentje met rode bietstructuren, knolselder, hazelnoot, ik zeg nu maar iets. Zo wat dingetjes dat ik ooit gedaan heb. Een leuk bouillonnetje, maar zo, dat mensen niet dagelijks eten. Ook wat vernieuwende keuken, maar eenvoudiger of het restaurant. Wel leuk gedresseerd, maar... Denk je dat dat kraam jou geholpen heeft in het begin van Jérôme? Zeker. Allemaal klanten van Jérôme. Klanten van de markt zijn direct komen eten. Ook, de opening 200-300 man. Allemaal klanten van de markt. Die nog altijd komen zelfs. Dus, en ze kennen me nog altijd van de markt. Dat is wel fijn. Ik zou het direct terug doen, moest een vaste plaats hebben. Hè, maar het is gewoon... Ja, dat gesleur is gewoon te immens. Ja, en bijvoorbeeld ook op vlak van je menu opbouwen. Is dat makkelijker om op zo'n markt iets te testen dan in een restaurant? Markt is iets eenvoudig. Hè. Het restaurant moet al ietsje meer staan. Het gaat ook meer over... de mensen die ook wachten, ze staan aan een tafel in een restaurant. Aan de markt zien ze 20 man staan aanschuiven, ze gaan mee gaan schuiven. In een restaurant, maar een tiental als ze gelijk binnenkomen, ze willen niet wachten. Hè. Dus die moeten ook direct hun drank en moeten direct... Op de markt hebben ze wel het geduld van te wachten, wat dat heel bijzonder is. Een groot verschil. Als ze zien dat je vol een bak bezig bent, je wijntje toek, punk, je zet dat daar... Hier gaat dat over ontvangst, service, de plaatje is veel groter. Dit komt gewoon 100 keer meer bij kijken. Ja, dus het is niet dat je daar iets kan testen en dan s'avonds bij manier van spreken op een menu zet bij het restaurant. Nee, dat gewoon niet. Of de week erna, ik bedoel... Omgekeerd gaat wel, hè. Iets eenvoudiger maken en dan op de markt geven. Dat ging wel. Maar iets op de markt geven en dan op het restaurant, dat gaat niet. Denk je dat je een betere chef geworden bent door op een markt te koken? Beter niet, maar misschien wel... wat dan de klanten misschien wel vonden, is directer bij je klant. Anders staat een chef in je keuken en ze hebben geen contact mee. Daar hadden ze direct contact mee. En ik denk dat ze dat heel leuk vonden, want ik stond daartussen. Ik stond niet in een truck daarboven. Ik had gemaakt dat ik op de gemak vond, dat was heel belangrijk. En mensen konden wat tussen staan, tussen die sfeer, tussen die... Ze zien u veel meer dresseren. Allee, live. Ze staan een meter van u. Ze liepen rond dat kraam, foto's trekken. Zoals Chinezen, Japanners. Wat is dat hier? Ze hebben dat nog nooit gezien. Allee, dat is wel tof. Dat gaat in een restaurant niet hebben. Een heel andere sfeer. Op dat topweer was dat een dag mee. Dat kraan, dat staat vol en die ambiance, je kunt dat niet creëren. Op een gezellige markt. Hè. Het klinkt dat je wel nog een liefde ervoor hebt. De sfeer is gewoon tof. Boem, fles wijn en ijzemmer, ze pakken dat mee. Dat is gewoon een chaos die leuk is. Een georganiseerde chaos die wel sfeer brengt. En dat is wel plezant. Oh, doe nog maar een fles en boef. Also, ja, de mensen zijn veel gemoedelijker of in een restaurant. Hè. Dan zitten ze te eten in hun bubbel. Hè. Het woord van 2020, denk ik. Voilà. Maar daar heb je een tafel. Ah, ze beginnen te babbelen, zet er nog een tafel bij. Ik trakteer die, zet er nog een fles bij. En hup, en moet je nog iets eten? Allee, dat is plezant. Dat gaat in een restaurant niet hebben. Hè. Allee. Toch niet bij jezelf. Like, ons schuift een tafel erbij. Oh, zet er ook bij. Om duur 4 tafels bij elkaar gaan staan. Doe nog een flesje van. De budgetten zijn ook anders. Hè. Verkoopt er een flesje wijn aan €4,25. Max €30. €6,18. En hier, een fles wijn. Zit ook alles in de service, de dingen. Ook andere kwaliteit natuurlijk. Maar ja, die sfeer en die dingen, dat was gewoon leuk. Ja. Deed je dat dan alleen of had je daar ook iemand bij staan? Ik heb dat soms alleen gedaan of soms met wat hulp. Ja. Vaak met wat geld in mijn 2 vaak. Ja. Mijn ex-vriendin en ik dat parken. Mag dat niet te luid zeggen, moest er ook Roxanne in de buurt zijn? Oh, jawel, ze moesten dat bezig zijn, dat 100%. Nu dat we het toch over vriendinnen hebben, ik heb de naam Roxanne laten vallen. In het programma kwam ook nog voor dat zij geen sommelier is. Nee, ze is nu aan het trainen. Ze zat in de orthopedie. Ze was leerlingenbegeleiding. Dus zij van geplaatste kinderen van het gerecht. Dat is ook gestudeerd. En die kwam in het weekend vaak helpen. En zo eigenlijk mijn vriendin geworden. En dan beslist uiteindelijk om bij mij voltijds
te werken in de zaal als gastvrouw. En ze is er nu echt wel aan het scholen als sommelier ook. Wat dat ze op 2 jaar geleerd heeft, iedereen noemde er nu wel sommelier in het restaurant. Maar ze wil er zelf nog geen sommelier noemen. Ze is nu bezig met de WZ-cursus. Dat is een wijncursus dat wel bij de horeca redelijk bekend is. Ze is nu bezig aan level 3. Ze had haar examen volgende maand doen, denk ik. Want het is nu online. Maar ze doet dat heel, heel gewoon goed. Ze is mij zelfs al aan het inhalen qua kennis. Maar ze wil daar eigenlijk... zegt vanaf, misschien als ik de 3 heb of de 4... had mij sommelier durven noemen, zegt ze. Want nu wil ze de 4 erachter doen. Voor mensen die niet weten wat de 3 en de 4 betekent, de WSET, dus de Wine and Spirits Education Trust, biedt opleidingen aan rond wijn en spirits van over de ganse wereld. Ondertussen inderdaad online, zoals heel veel dingen. Dit interview is ook online, dat we het afnemen. En dan heb je verschillende niveaus waarin je kan gaan je verdiepen. Dus hoe hoger het nummer, hoe meer je kennis dieper gaat over het onderwerp. Ja, de 5, we zijn er maar 2 in België en 200 in de wereld, denk ik. En dus van Gianluca, nog maar net van de Jane, net gehaald. En het was ook een van Maldegem, ik ben zijn naam kwijt. Dus ik weet niet of ik zal nooit naar de 5 wil trekken, maar dat is enorm, enorm zwaar. Het zijn er die zelfs voor de 4 jaar loopbaanonderbreking doen. Dus zijn er de 3, maar de vorige keer was het toch in de 90, iedere keer 5, 6, 97. Dus het is wel niet slecht bezig. Niet moeilijk dat ze jou inhaalt qua kennis dan? Nee, het studeerde ook heel goed. En het interesseerde er ook. Gaat proeven en degustaties doen, zit ook een hele goede smaak. Allee, vind ik een beetje wel naar mijn smaak gezet, zal ik zeggen. Want ze drinkt ook altijd wat ik. Ik had al een wijnkaart. En zij zijn nu een beetje aan het opbouwen, maar wel een beetje dezelfde stijl qua smaak. En dat is wel belangrijk. Ze weet echt wel waar ze mee bezig is. Jullie werken samen, jullie drinken samen, jullie eten samen. Ja, naast het werk, hoe vind je dat nog ontspanning? Goh, wij kunnen echt wel. Wij wonen schuin over de straat nu. En wij kunnen gewoon de deur toeslaan en het werk vergeten. Je kunt er wel een keer over gaan. Als we in de winkel lopen, dat zou wel leuk zijn voor Jérôme. Maar het is niet dat wij nog staan discussiëren over een avond en, of fouten of dingen. Of, allee, we zijn wel een keer mee bezig, de side keer aanpassen of tik-tik. Maar op zich zijn we niet op elkaar... we spelen heel goed in op elkaar. Dus dat heb ik ook nu wel geleerd het laatste jaar. Veel meer loslaten, niet van die vertrouwen naar haar, maar ze moest nog veel leren. En nu heeft het echt wel 200% onder de knie. En ik controleer met die takeaway-pakketten. Dat was gewoon, Roxanne regelt de take-out. Ik maak het eten. En zij kom met het lijstje, boom. Maar vroeger moest ik alles controleren, 400 keer. En nu het laatste jaar kan ik dat echt wel 100% loslaten. En ik zie ook dat het gewoon 200% top loopt. Allee, naar elkaar toe. Ik zeg, kan mij vertellen, moet niet zijn in de keuken, dit. Hij had ook wel een keer zeggen, chef, zegt ze dan vaak. Heb je dat bordje gezien? Maar niet om te zeggen, commentaar, maar... kan altijd iets door mijn hand geklipt zijn. Iedereen mag dat doen bij mij. En ik zeg, ja, oké, als er ook niet, maar omgekeerd ook. En dat is wel fijn, hoe dat wij kunnen samenwerken, ook als koppel. Allee, bijna nog nooit een discussie gehad op 3 jaar. Uitzonderlijk. Ja, ik weet ook niet dat komt. Ik denk dat we 2 keer een discussietje hebben gehad. Maar we aanvaren dat ook, like met die noten. En ik zeg, stop, gedaan, geen zever. Maar omgekeerd kan zij dat ook zeggen. Dat is omdat we weten wat er fout zit en gaan varen het. En eerlijk naar elkaar, hè. Dat is heel belangrijk, hè. Rechtuit, eerlijk. En het gewoon direct zeggen en niet opkroppen en achter een maand er al uitsmijten. Nee, want dan komen frustraties en dan, als er een keer iets is, zeg het. En ja, maar dat is los van het werk ook zo, dus dat is belangrijk. Ja, los van kunst verzamelen, heb je nog andere hobby's? Verzamelen? Zoveel van de handen, ik heb geen budget. ga koersen doen, dat doen we ook nog samen. Vaak ga koersen, zwemmen doe ik ook graag. Gaan eten, ik kreeg een flesje wijn, wat gezelschapsspelletjes spelen, zo gewoon gezellige avonden. En gewone mensen. Wat zijn jouw favorieten als je qua comfortfood, als je ergens gaat gaan eten? Bij mensen thuis of op restaurant? Maakt niet uit. Wat zijn jouw preferees? Als chic gaan eten, echt chic, dat ik word weggeblazen. Dat je echt zegt, wauw, mag mij kosten wat dat wil, dat is prijs, kwaliteit in orde is. Dat is wel leuk, maar ik kan geen naam laten zagen ook als het niet goed is. Maar... Je zit over de sfeer en de gezelligheid, niet voor over het eten. oftewel, qua comfortfood, leuk, gezellig is gewoon met elkaar, met vrienden. Dus nooit een barbecue aansteken. Ik ben mijn tante hebben een pizza oven daar aan de tuin, wat pizza's insteken. Gewoon de sfeer en accommodatie. En gewoon lekker comfortfood, zoals dat gezegd. Dat kunnen een vis en zoutkost zijn, gewoon een visboek vol met dingen. Steek dat in een oven. Ja, dat iedereen zo wat delt, bordje aanschuiven. En niet dat je er in die keuken staat, dat ook lijkt een zotte...
Lijkt een beetje like dat je gezien hebt bij die wijngaard toen ik begon te koken. Wat kip, wat dingen. Dat was gewoon een stoofpot dat ik gemaakt heb. Hè. Die mensen vonden dat waanzinnig. Hè. Ik weet niet waarom, maar dat was gewoon een gerilde kip met wat kruiden dat ik daar gevonden had. En allee, dat is comfortfood. En hoe lang zijn er aan het koken? Een half uurtje. Ik heb voor 15 man gekookt. Dat noem ik comfortfood. Omdat je zo tijd hebt om bij je gezelschap door te brengen. Ja, dat is het belangrijkste. Dat is ook waar mijn menu nu op gebaseerd. Dat is wel heel culinair, maar dat... Als er mensen komen eten, dat je geen 80% van de tijd in die keuken staat. Want als mensen met mij ook komen en ik kook, ga ik geen half uur of geen kwartier in de keuken staan op een avond. En dan moet niet culinair, dan moet gewoon smaakvol, lekker en eenvoudig en gezellig zijn. Met een goed glas wijn erbij. Meer van, allee, het is gewoon, dat is gewoon het gezellige aan een avond. Het is gewoon leven, qua. Voilà, het is gewoon leven. Hè. Nu zitten we nog altijd in lockdown 2 voor de horeca. Je hebt al een paar keer gezegd dat je... de takeaway pakketten gedaan hebt. Hoe heb je dat aangepakt? We hebben pakketten gemaakt om te starten. We gaan dat nu nog voortdoen. En dat zijn pakketten, los van takeaway, wel takeaway, maar als cadeaugift geven. Ze kunnen verschillende boxen bestellen. We hebben de culinaire box. Omdat zij olies, azijnen, pickles en al van die producten, dat nog mee te koken is. Maar die ik allemaal gemaakt heb. Dus augurken zelf opgelegd zitten er daarbij. Dus niks ingekocht. Alles is zelf gemaakt. Dan hebben we de zoete box. Dat is hetzelfde met dat, met een wafeltje, met een choco die we zelf gemaakt en een kompotje. Zo allemaal 11 producten, wat zoete krakers erin. En dan hebben we nog een apero-box, maar dat is allemaal bedoeld om toch wel even bij te houden. Dus dat gaat niet over amuusjes die gedresseerd zijn, maar dat is ook gezouten chipjes zelfs dat ik gemaakt heb. Kikkerertjes die gepoft zijn, een tapenadeken of drie dat ik gemaakt heb. Zodat je die box open doet, maar de bedoeling is als we als bedrijf kunnen als cadeau geven. Je moet geen maand in je kast zetten, want het zijn altijd nog ons verse producten bij ons. Er zitten ook bepaalde producten mee dan in de frigo moeten bewaard worden. Daar hebben we ons eerst op gefocust om een keer iets anders te doen dat iedereen doet, want iedereen doet gewoon takeaway. En we zijn dus redelijk aangeslagen bij weer klanten. En dan hebben we nu juist 2 keer takeaway gedaan. Dus Roxanne heeft vooral de organisatie gedaan. Dat is echt top verlopen. We hebben een heel circuit uitgebouwd door ons zaak. Met nog wat dingetjes die ze konden bijkopen, een flesje wijn of wat van die krakerkes hadden we daar dan ook gezet. En dan speelde er iemand live muziek ook tijdens die tour een beetje. Dat duurde maar een minuut, maar iedereen vond dat wel gezellig, zodat je een beetje in de sfeer kwam. Maar bij velen is dat restaurants staan aanschuiven, een rush. Wij wouden dat juist de sfeer hebben, de gezelligheid, dat je zo een tour kon doen, dat je niet het gevoel had... Dat je de Jérôme-ervaring wel kreeg. Ja, een beetje wel. En we hebben er echt 40, 50 mails van gekregen, hoe top dat mensen dat vonden. Dat op alles af was, beste take-out, dat take-out mag noemen, dat ze al gehad hebben... Ze hebben van nog andere restaurants ook op een bepaald niveau afgehaald. En dat echt wel een groot niveauverschil. En dat is wel fijn toren. Ook alles op borden gedresseerd bij ons. 2 van de 4 gerechten. Dat de borden mogen zouden. Dus ik heb gezegd, ik investeer daarin. Ik vind dat belangrijk. Mensen, zeker op kerstavond en nieuwjaar, van een bord zitten overscheppen en bronselen. En dat ziet er dan niet uit. Dus we hebben 2 gerechten volledig gedresseerd. Het kan niet zijn op restaurantniveau like ons, maar toch wel redelijk deftig. En mensen worden echt wel wat verschoten. En dan hebben we een filmpje gemaakt met een kaart bij, om ze te bedanken ook. Met een technisch fiche, met een QR-code bij. Dat is dan een heel filmpje gekregen, hoe dat ik het nog eens dresseerde. Zo een hele ding van gemaakt. Dat is wel goed georganiseerd. Dat heeft Roxanne dus allemaal gedaan. En ik heb gewoon eten gemaakt. Ja, maar veel werk aan je. Die technische fiches maken, QR-code erop, filmpje maken. Dus ja, zo hebben wij dat aangepakt. Denk je dat dat iets is wat dat gaat blijven als horeca terug open gaat, van die takeaway-boxes? Die andere boxes, die eerste wel, die gaan we waarschijnlijk blijven doen. Vooral ook naar verjaardagen toe en dat mensen dat kunnen bestellen. Maar dat gewoon takeaway, daar begin ik niet aan. Zo. Dat is nooit hetzelfde. Ook de werk, de energie, de kost eraan van verpakkingen. Toch zeker als je het heftig wilt doen. Veel houden daar niet aan over. Zo. En voor de energie en de tijd en ook de appreciatie is wel leuk nu, omdat iedereen in takeaway zit. Je kunt dat nog wel een keer doen, maar dat is niet... Het is helemaal anders. Hè. Je kunt dat gewoon niet vergelijken. Het is gewoon het noodzaak dat we dat nu doen. Hè. Jij wil blijvend de Jérôme-ervaring aanbieden en je vindt dat je tekort doet als je dat in een take-out vorm giet. Ja, we zijn nu aan het denken om nog een niveau hoger te brengen, maar hoe moet je dat doen? Je kunt nooit niet de sfeer, de wijn, de atmosfeer, de gezelligheid, je kunt Jérôme niet rondbouwen. Hè. Ook het pand, wij hebben een uniek pand. Als je daar binnenkomt, dat is gewoon alle sfeer dat je schept. Dat is geen zeven mensen die de eerste keer bij ons binnenkomen, staan 5 minuten rond te kijken hoe dat ze wat zeggen. Dat geeft je wel een impact.
Ja, dat kun je niet creëren met mensen thuis. Hè. Ze een natoosken open, allee, leuk, mooi, lekker, maar ja, de service ook niet. Hè. Het glasje wijn wordt uitgegoten, bij ons water wordt op een manier aangepast en uitgeschonken. Je moet geen seconde zonder een glas water, dat is allemaal... Dat loopt lijkt een trein, dat is... Allee, servietje wordt opgevouwen als je naar het wc gaat, thuis gaat dat niet gebeuren. Hè. Dat is een bepaalde... Ja, maar dat zijn leuke elementjes dat je niet kunt creëren bij mensen thuis en het is daarvoor dat je het doet. Het klinkt alsof jij staat te popelen om terug open te kunnen. Dat is een feit. Ik denk veel koks en mensen en horeca. Dus ja. Ja. Ik vind het raar dat we... Ik snap op een bepaald punt dat je moet toedoen, maar als ik zie wat er wel open mag, zijn er bepaalde. Dus ik, ja. Het is moeilijk om een lijn te trekken. Hè. Die mag wel open, die mag niet. Maar ja, ik versta het wel, maar fijn is het niet. Hè. Voor niemand. Jouw eerste zin in de trailer van Jaarchef was van... als wij 2 weken eerder lockdown hadden, dan waren wij failliet. Hoe zie jij de toekomst in op dit moment? Ik weet het wel. Het was echt 2 weken vroeger, zei ik. Hè. Dat was gewoon omdat we schuin over de deur hebben een huis gekocht. Ik had nog mijn klein stukje over, maar dit valt altijd communiceren met banken. Maar wij hadden een versnelde terugbetaling staan van een krediet op Jérôme. En die was de week ervoor gestort, de laatste schijf. En dat gaat over redelijke bedragen. Dus daarmee dat ik zeg, was het 2 weken eerder, ik had die schijf niet kunnen betalen. Dus we hebben echt letterlijk tot onze rekening bijna nul was gegaan. En dan begint die lockdown. Dus, en dan nog je leveranciers net kunnen betalen. Dus dat is echt wel, dat ik zeg, 14 dagen vroeger. Allee, er is altijd een oplossing. Hè. Zeker, we hebben wel wat achter de hand qua return om te geven. Maar dat had niet veel gescholen, hè. Allee, om eerlijk te zijn. Maar nu sta je er veel steviger en beter voor en kijk je rooskleuriger naar de toekomst? Ja, beter. Beter is een groot woord, maar dus niet de subsidie, hoe moet je het ook noemen, is beter gerealiseerd. Vroeger gewoon iedereen 4000 euro. Dus die betaal ik met gas, met water en met elektriek mee. We zitten in een heel ander kaliber. Ik ga nog geen uitleg over de banken in het begin. Hun ticker gaat wel, ze. Dus nu weet je al een beetje wat er komt. Je zit er al tenen aan de tand, is wanneer het mag opengaan. Die 10% is ook 100 keer beter voor ons, omdat iedereen hetzelfde krijgt. We kunnen er juist alles mee betalen. Het is kloten, maar je moet er geen geld meer blijven inpompen. Dat is een groot verschil. En ja, het is gewoon... Ja, het staat gewoon stil nu. Hè. Zeer jammer, maar het staat gewoon stil. Daarvoor gaat het achteruit. Dat is het verschil nu. Dus ik denk dat we weer open kunnen gaan, dat we wel even weer moeten duwen. Want het zijn bepaalde dingen die ik wel nog moet inhalen, maar het komt wel goed. Ik denk dat de gezonde bedrijven er sterker gaan uitkomen dan zelfs los van horeca. Als je deze overleeft. Het is misschien, klinkt grof, een beetje goed geweest voor een beetje kaf van het koren te scheiden op bepaalde niveaus. Hè. Het is misschien wel grof wat ik zeg, maar allee, het is moeilijk. Ik zeg, ik had ook op het randje staan. Het kan soms slecht uitkomen. Hè. Zelfs grote bedrijven, dat je een enorme investering moet doen. Kijk naar ABN BEF. Ik weet niet of je dat gehoord hebt. Die hebben miljarden geïnvesteerd en die krijgen nu patat. Die hebben dingen moeten verkopen om recht te blijven. Hè. Zo'n megadont. Het is het sterkste bedrijf, de rijkste van België. Dat kan ook slecht achteruit gaan. Zo. Uiteraard. Je kijkt nu terug naar, ja, je kijkt naar de toekomst in de zin van eerst ja, terug open kunnen. We gaan ervan uit dat iedereen zijn vaccin krijgt en dat er geen probleem meer gaat zijn voor de komende jaren. Waar wil je staan binnen 5 jaar met Jérôme? Mijn doel is gewoon dat we iedere dag met een lach kunnen binnenkomen. Gewoon van, allee ja, nu kunnen we hebben een zware avond, ik heb wat personeeltekort gehad en niet 100% opgekuist. Allee, we knallen er weer in. En niet van vermoeidheid, maar gewoon dat je iedere dag zonder stress moet binnenkomen. En gewoon hup, alles draaien, de motor en dit, hup. Dat gewoon draait, like dat moet draaien, dat is los van cliënteel, maar de... Ja, natuurlijk moet dat er ook zijn, maar dat je gewoon in je zaak kan stappen en het is hier een machine dat aan het draaien is. En ik kan achter mijn, als kapitein achter mijn roer gaan zitten en tjaka, we zijn vertrokken. Zonder 100 keer alles moeten te checken en dat is gewoon het plezantste dat je kunt dromen. Maar ik ben er veel van dromen. En gewoon een motor die perfect geolied is. Hè. Maar misschien als kers op de taart een ster. Ja, hopelijk. Wie weet dat. Het zou meewind zijn, hè. Dat is extra wind in de zeilen, zonder dat zien. Het is niet omdat je een goede boot hebt, maar dat geeft nog meer wind. Hè. Op de juiste... Allee, voor sommigen misschien wel, voor sommigen niet. Dat is een beetje een eigen visie, maar ik denk wel dat bij ons gewoon een vlag is dat je bijkrijgt. Hè. Een medaille extra. Hè. Wat dat je al jaren aan het doen bent, dat is gewoon mooi. Hè. Zo
Zo moet je dat zien, hè. Voilà, ik hoop in ieder geval dat het lukt. Philippe de Pauw, super bedankt om in deze podcast aanwezig te zijn. Het was een zeer leuk gesprek. En dan hoop ik dat we binnenkort goed nieuws krijgen van het overlegcomité en dat het licht op groen gezet wordt om terug bij jou te komen dineren. Als mensen meer willen weten over het restaurant of over de kunstgalerij, waar kunnen zij terecht? Op onze site vooral, of www.restaurantgeron.be, wordt ook een link doorgezet, oftewel de Graaf van Egmondstraat, 39-41. Dat is in Antwerpen, voor de mensen die het nu nog niet doorhebben. Aan mijn dialect konden ze het ook niet horen. Dus. Ja. Nee, super bedankt. En zoals ik zei, ik hoop dat we elkaar in het restaurant kunnen begroeten. Top, dankjewel. Bedankt om te luisteren naar Overeten. Vond je het een leuke aflevering? Deel deze podcast dan zeker met andere foodies. Tag me gerust op Facebook of Instagram via @overetenpodcast. Honger naar meer? Dat is mijn maandelijkse nieuwsbrief vol eet, drink en luisterplezier. Schrijf je in via de website, dat is www.overetenpodcast.be. Bedankt!